Cleanups is the house to cleanse on. Cleanups is the house to cleanse on. Zoe is the enige kleindochter. Zoe is binnen de Chinese gemeenschap wordt vaak gedacht van werken is prioriteit 1, want we zijn hier als gastarbeiders eigenlijk binnengekomen. En als gast kunnen we het niet maken om onze gastheer te belasten met ons ziek zijn. Hepatitis B, net zoals heel veel ziektes binnen de Chinese gemeenschap, die worden gewoon genegeerd. Een aangetrouwde oom van mij die heeft leverkanker gekregen. Maar dat werd aanvaard binnen de familie, want alle mannen schenen binnen de familie zo rond hun 50ste dood te gaan. En ze wisten dat het aan de lever te maken had. Ze wisten ook wel dat het waarschijnlijk hepatitis was. Maar niemand liet zich erop controleren. En dat ze eventueel medicijnen konden krijgen. Ach, ik ben te druk aan de werk om me daar zorgen over te maken. Maar dan er te laat achter komen en dan op het moment dat het gediagnosticeerd was, was binnen 3 maanden was het voorbij. In 2009 zijn we begonnen met de eerste hepatitis B-campagnes onder Chinezen. Dat was in Rotterdam. Het heette Zien aan de Maas, het project. En de aanleiding was eigenlijk omdat we bij de GGD Rotterdam merkten dat er heel veel meldingen van hepatitis B voorkwamen onder Chinezen. En naar aanleiding van het succes van deze campagne heb ik dat met behulp van de Chinese gemeenschap verder uitgerold in de rest van Nederland. Ik ben Jurien Reinders. Ik ben werkzaam als maag- en leverarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Mijn rol in het project China aan de Maas was met name het eindpunt. Dus patiënten die uiteindelijk verwezen moesten worden naar een medisch specialist. Die zag ik hier in het ziekenhuis. Chronische hepatitis B is zelf een zeldzame ziekte in Nederland. Maar waar je het in Nederland wel ziet zijn juist de migrantenpopulaties. Het probleem met chronische hepatitis B is dat patiënten in principe daar geen klachten van hebben. Dus dat betekent dat zo'n infectie jarenlang bij een patiënt aanwezig kan zijn zonder dat hij daar ooit iets van merkt. En ze daarom ook niet meldt bij de dokter om zich te laten testen voor hepatitis B. Ondanks dat een patiënt geen klachten heeft, leidt de ontsteking in de lever wel tot schade. En uiteindelijk krijgt een patiënt pas klachten als of de lever niet meer goed functioneert of als er kanker is ontstaan in de lever. En dat is eigenlijk een punt waarop je al te laat bent. Omdat met de huidige behandeling die bij meer dan 90% van de patiënten succesvol is, je juist deze complicaties van een chronische hepatitis B-infectie kan voorkomen. Met dit project wilden we zoveel mogelijk Chinezen de gelegenheid bieden om zich te laten testen op hepatitis B. En dat kwam erop neer dat ze zich een bloedtest af moeten laten nemen. En vervolgens werd binnen 2 weken werd het bloed onderzocht en gekeken of het besmet was, wel of niet met hepatitis B. Daar kregen de mensen bericht van. En wat ook zo mooi was, is dat ze meteen werden doorverwezen naar een specialist. Dus wat er vaak ook namelijk een probleem is, dat veel Chinezen de Nederlandse taal niet goed spreken. En als je ze dan gaat verwijzen naar de huisarts, en moet de huisarts weer naar de specialist verwijzen, dan ja, gaat er op verschillende punten kunnen er dingen misgaan. Ook al omdat er een taalbarrière is. En in dit geval maakt het een stuk eenvoudiger. Als ze besmet waren, hadden ze direct ook een afspraak staan bij de specialist. Met het opzetten van de campagnes hebben we Chinese sleutelfiguren benaderd. Die bijvoorbeeld functies hadden als voorzitter van een Chinese vereniging of een Chinese dominee. We wilden dit project ook aanbieden op locatie. Omdat we dachten, en dat waren ook de Chinezen van mening, dat het makkelijk zou zijn voor de Chinezen om op hun eigen locatie zich te laten testen. Bijvoorbeeld na een kerkdienst. Of bij een Chinese vereniging waar op dat moment Chinese vrouwen bijeenkwamen. Dus als er al een bijeenkomst was, dan werd dat daar ter plekke werd het aangeboden. Dus dat, ja, dat maakte het voor de Chinezen ook gewoon makkelijker om de stap te zetten, zich te laten testen. Het project, toen het eenmaal opgestart werd, de Chinese gemeenschap die heeft zich, was natuurlijk heel erg benieuwd van in hoeverre hebben wij dat hier in Nederland ook. En die heeft zich dus ook volop waar mogelijk laten testen. Toen het project opgestart werd,
werd vooral bekend dat er de drieslag gemaakt werd van je kon getest worden. Als je positief bevonden werd, dan kon er tegelijkertijd een behandeling opgestart worden. En toen mensen dat hoorden van hey, het kan in een heel kort tijdsbestek kan er wat aan gedaan worden, vertelden mensen het ook van, aan elkaar van laat je nou testen. Want als je het hebt, je kan heel snel behandeld worden en je weet het tenminste. Chinese vrijwilligers waren heel belangrijk tijdens dit project. Heel belangrijker daarbij was een Chinese dame. Die heeft tijdens iedere campagne haar persoonlijke verhaal verteld over haar vader. Die had hepatitis B. Hij wist dat hij hepatitis B had en heel de familie wist dat hij hepatitis B had. Maar er werd niks aan gedaan. Hij had geen medicijnen. En op een gegeven moment is hij vrij onverwachts tijdens het kerstdiner onwel geworden en een paar dagen later overleden. En het is eigenlijk een heel schrijnend verhaal, omdat dat niet nodig was als hij medicijnen had geslikt. Dan hadden ze dat virus onder controle kunnen houden. Dus dat was een heel belangrijk verhaal tijdens iedere campagne, om dat ook aan de Chinese mensen te vertellen. Want hoe belangrijk het is dat je jezelf laat testen, ook al heb je nergens last van. Dat je toch kijkt of je niet besmet bent. Omdat als je er wel last van zou krijgen, dan kan het gewoon vaak al te laat zijn. Ik denk dat het mooie aan het China aan de Maas project is dat alle behandelaars die in Nederland betrokken zijn bij het opsporen en het behandelen van chronische hepatitis B samen dit project hebben opgezet. Dat er daardoor korte lijnen ontstonden en dat ook als gevolg van dit project er nu een bewustzijn is bij de populatie zelf, bij de huisartsen en dat er via goede richtlijnen patiënten nu worden doorverwezen naar de medisch specialist. Ook binnen de Chinese populatie zag je dat mensen uiteindelijk enthousiast werden. Niet vanwege natuurlijk het feit dat ze uiteindelijk een diagnose met hepatitis B kregen. Maar wel dat ze uiteindelijk de boodschap kregen dat het belangrijk is om te weten of ze drager zijn van het hepatitis B virus. En dat als je er op tijd bij bent, dat je er ook veel aan kan doen. Complicaties kan voorkomen. En kan zorgen dat mensen in de toekomst geen problemen gaan ondervinden van een hepatitis B-infectie. Het eerste project was een groot succes en naar aanleiding daarvan hebben we het heel Nederland uitgerold. En in totaal hebben meer dan 5000 mensen zich laten testen. En daarbij bleken wel meer dan 300 mensen besmet met hepatitis B. Dus in dat opzicht is het al een groot succes geweest. En mede door dit resultaat is dit onder de aandacht gekomen bij de Nederlandse regering. En we hopen dat dit ook aanleiding is om structureel testen aan te bieden voor een bevolkingsgroep zoals de Chinezen, waar hepatitis B heel veel voorkomt, om ernstige gevolgen van deze ziekte te kunnen voorkomen in de toekomst. De stap zelf zetten, de drempel is nog te hoog. Maar als je een zetje krijgt, dan wordt het een stuk gemakkelijker. En die zet is echt nodig.